anders kon doen dan voluit. En dat heb ik gedaan en dat is het. Wat kon je? Ja, ik kon wel afzien in ieder geval, maar ja, ik weet niet of het genoeg was vandaag. En, ja, ik heb nog niet het super gevoel, denk ik, maar ik weet ook niet ten opzichte van de rest. Dus we moeten even zien. Op dit moment, de tijdrit is nog bezig. Het Nieuwelen is op dit moment hard aan het maken van iedereen. Okay. Ook van jou, helaas voor jou. Ja. Maar je, bedoel, je gaat op hem echt wel misschien wel 2 minuten, misschien wel meer minuten verliezen. Je verliest ook 2 minuten op Thomas. Ja. Dat is ook wel veel, denk ik. Ja, hij is natuurlijk geen slechte renner, hè. Dus en een goede tijd rijden, ja. Ik wist dat het voor mij een lastig parcours was. En ja, wat kan ik zeggen? Ik heb alles gegeven en dan moet ik mijn ding doen vandaag. Ja, goed, je achterstand dat zal straks blijken en dan kan je de balans op gaan maken. Het is nu nog heel vers, maar ja, moet je al een nieuw plan gaan maken? Een aanvalsplan voor de komende 1,5 week? Ja, nu nog even niet. Misschien komt dat van de week, ja. Ik denk dat de komende week sowieso weinig, iets te weinig zin heeft om al bijvoorbeeld echt iets te ondernemen en alles of niks te spelen bijvoorbeeld. Maar ja, zeker in die laatste week. Ik moet gewoon afwachten wat het gaat brengen en of ik nog in die vorm kom die ik had te hopen eigenlijk. En ja, dan moeten we afwachten. Is dat moeilijk om in zo'n ronde te zoeken naar vorm? Ja, natuurlijk. Ik start hier ook met ambities om tegen die jongens zoals Tom te rijden. En ja, bij de van het weekend bij de eerste echte test, dan lukt dat niet. Dus ja, dan weet je ook dat het zo'n tijdrit als vandaag wat Tom op de lijn geschreven is. Dan gaat dat heel moeilijk zijn en ook ten opzichte van anderen. Dus ja, we moeten het nu deze week denk ik even aanzien en hopen op die laatste week. Ja,